Het nieuwe kabinet heeft plannen om 6 weken vaderschapsverlof in te voeren. Pas per 2019 gaan ze van 2 dagen uitbreiden naar 5 dagen. En in 2020 komen daar die additionele 5 weken bij. Ik pies dus even naast de pot met mijn schamele 2 dagen. Maar wat houden die 2 dagen nou eigenlijk allemaal in? 22 luiers verschonen. 13 kruiken vullen. 182 keer opgepakt en weer neergelegd. 18 beschuitjes smeren of beter laat het de kraamhulp doen. En natuurlijk hem 48 uur niet uit het oog verliezen. Waarin je ook nog een halve dag kwijt bent om je zoon aan te geven bij de gemeente. Ik wil compensatie! Al met al dus niet heel veel tijd om je kind te leren kennen en aan de situatie te wennen. Ik heb 2 weken vaderschapsverlof opgenomen. Nou ja, verkapt vaderschapsverlof, want het waren eigenlijk gewoon 2 weken vakantiedagen die ik heb kunnen opnemen. Een heftige gebeurtenis van zoiets moois kan je niet afdoen met 2 dagen. Samen je kleine ontdekken is een feest. Dus hoe langer je vaderschapsverlof duurt, des te beter. Dus wat mij betreft mogen ze zo snel mogelijk invoeren. En als het even kan, dan met terugwerkende kracht. Tot die tijd moet je dus helaas doen met 2 dagen. Een kleine tip is om wat vakantiedagen op te sparen, zodat je na de bevalling tijd kan doorbrengen met je kind en je partner.